Suriname wordt tot en met 26 maart onderworpen aan de Member State Audit Scheme van de Internationale Maritieme Organisatie, IMO. De IMO Member State Audit Scheme is een officiële inspectieprogramma waaraan alle lidstaten van de IMO zich dienen te houden. Middels dit programma wordt nagegaan of een land zich aan de geratificeerde IMO-verdragen heeft gecommitteerd en die heeft opgenomen in de nationale wetgeving. De screening is gericht op de kust-, haven- en vlaggenstaatverplichtingen van het lidland. Bij de openingsceremonie van de screening van morgen ging MAS-directeur Michel Amavo in op de nieuwe ontwikkelingen van de organisatie. Volgens hem kan Suriname zich met trots een maritieme staat noemen. The objective of this audit is to determine the extent to which the Republic of Suriname gives full and complete effect to its obligations and responsibilities contained in certain IMO instruments which it has ratified, and to identify where capacity building activities can have the greatest effect. We must continue to move from strength to strength, building on this audit progress in an efficient and effective manner. This means that together we must work harder and recommit to the goals of the IMO. The audit is a tool to assist our country in strengthening its maritime governance framework. DNA-voorzitter Jennifer Geling-Simons was ook aanwezig bij de openingsceremonie. Ze benadrukte dat het parlement een belangrijke partner van de MAS is als het aankomt op wet en regelgeving in deze sector. We hebben als land een stap gezet. We hadden zee, we hadden wat meer zee, maar we hebben een wet aangenomen die heeft gemaakt dat het gebied waar Suriname zich economisch kan ontwikkelen, waar we natuurlijke hulpbronnen hebben en waarbij we een zeker recht hebben van bepalen wat er gebeurt, maar vooral ook een gebied waarbij we ook verantwoordelijk zijn om wet en recht te handhaven. Met die wet die we hebben aangenomen om onze maritieme zone te vergroten, hebben we in feite nu een economisch gebied in zee dat groter is dan ons economisch gebied op land. En dat komt natuurlijk met de nodige verplichtingen. DNA-voorzitter Jennifer Geling-Simons vandaag bij de openingsceremonie van de MAS inzake de IMO Member State Audit Scheme. Deze screening vindt plaats tot en met 26 maart.